Koorts. Goedenavond. Welkom bij alweer het 13e debat van Radio Rijnmond samen met de lokale omroepen. Vandaag met een vertrouwde partner, samen met Dick Boschieter van Link FM. Debatteren we in Brielle. En wat valt er te kiezen in deze mooie vestingstad? Dick, zoals altijd, eventjes eerst het huidige politieke toneel. Nou, daar hoe zijn ziet drie, het er nu uit in drie Brielle? Partijen die de coalitie vormen: VVD, CDA en D66. En we hadden een grote partij in de raad, niet in het college, ja, de dat SP. Was de SP. En die is er helaas, ja, die zit er nog steeds in de raad, maar die zit er straks niet meer bij. Met maar liefst 5 zetels. Ja, en die konden geen kandidaten vinden kennelijk. Ongelooflijk. De grootste partij dus bij, in 2014. Ja. En ineens verdwenen. In één keer, heel sneeuw steeds. Voor de zon. Ja. Goed, meerdere onderwerpen waarover wordt gedebatteerd. Welke? Nou, we beginnen met wonen. Dan gaan we over naar veiligheid. Dan hebben we, of vergeet ik er eentje? Ja, volgens mij. Ambtelijke samenwerking. Heikel punt. Ja, heel heikel punt. Dan de zorg, heel belangrijk. En als laatste, misschien nog, als we de tijd hebben, toerisme. Ja, want alle heren zijn het trouwens. Allemaal. Ja, het zijn allemaal. Krijgen het laatste stukje van de uitzending even een minuut de tijd om de luisteraar te vertellen waarom ze vooral op hun partij moeten stemmen. Als een thema voorbij is, dan hoor je dit. Precies. En als je wil reageren, dat geldt ook voor het publiek, steek je vinger op en doe dat meerdere malen, want we zien niet altijd iets vanuit onze ooghoek. Dick, wie hebben we aan tafel? Nou, we beginnen maar van mijn kant rechts met André Schoon, lijsttrekker van de VVD, maar tevens huidig wethouder. Jan Wolters, lijsttrekker van het CDA. Dan hebben we Wim Smit, lijsttrekker van D66. Dan hebben we Ben van Stijn, lijsttrekker van de PvdA. En last not least, ja, ik ga er van stotteren bijna. Willem van Egmond van het IBGB. Misschien omdat het een nieuwkomer is. Je moet even wennen. Inwonersbelangen, gemeente Brielle. Nou, dat is er allemaal goed uit. Ja, goed. Ja, maar goed, SP dus weg. Dus ik zou zeggen, 5 gratis zetels op de linkerflank. Wow. Ja. De PvdA, waar is de PvdA? Ben van Stijn, ja, u steekt uw handen al in de lucht. Rekent u zich inderdaad al rijk? Nou, nee. We hebben er nu 1 zetel. Dus volgens mij moeten wij met gelijk een hele grote mond beginnen. Er ligt er 5. We hebben een nieuwe partij erbij. We hebben nog 3 partijen. Dus ik geloof niet dat wij nu 1 plus 5 worden. Waarom zo bescheiden? Nou ja, dit is meer reëel, denk ik. Kijk, ik wil ze wel hebben, dus als mensen op ons willen stemmen, prima. Anders komt het er niet, hoor. Maar 1 keer in de 4 jaar heb ik de kans, dus pak hem. Ik, alle 6 dan. Ja, goed, alle 6 dan. Ja. Ja, goed, en bij het vertrek van de SP moeten we natuurlijk wel noemen, inderdaad, u zei het al, dat de nieuwe partij zich heeft gemeld. Op het allerlaatste moment, IBGB, ofwel Inwonersbelangen Gemeente Brielle, Willem van Egmond. Jullie hebben echt op het allerlaatste moment de kieslijst ingeleverd. Jullie hebben het wel voor elkaar gekregen om voldoende kandidaten te vinden. Ja, inderdaad. En het zijn allemaal bijna spontane aanmeldingen geweest. Het is onvoorstelbaar. We hadden net bekendgemaakt dat we aan de gang zouden gaan en direct melden zich mensen aan, dus er bestaat duidelijk een behoefte aan ons. Nou, dan kan Lilian Marijnissen nog wat van leren misschien. Nou ja, ik wil ze graag lesgeven. Goed zo. Nou, ja, hey, ja, zo kan het dus wel. Goed jongens, het eerste onderwerp en dat gaat over wonen. Laten we even stilstaan bij het nieuws van vandaag. De gemeentelijke OZB-heffing. Woning de klos bij VVD staat vandaag groot op de voorpagina van de Telegraaf. In gemeenten met de VVD in het college zijn de lasten voor woningeigenaren niet laag gehouden, ondanks de campagnebelofte. We hebben het even gecheckt. In Brielle betaal je dit jaar gemiddeld 1,6% meer OZB dan vorig jaar. Ja, waarom is die stijging? Want Brielle, het is een rijke gemeente, het is geen arme gemeente. Dus waarom gaan dan die lasten toch omhoog? André Schoon van de VVD. Er zijn genoeg gemeentes in Nederland waar de lasten juist dalen. Ja, maar wij hebben hier met elkaar afgesproken dat we trendmatig verhogen. En dat hebben we dus ook gezegd. En dat doen we dus ook zo. Ja, ja. Waar wordt dat geld trouwens allemaal aan besteed? Ja, het geld wordt aan heel veel dingen besteed. We hebben een begroting waarvan alles in staat. En daar zijn alle onderwerpen waar we wat mee doen. Mm-hmm.
Ja. Brielen moet wel putten uit de reserves, hè, om de begroting sluitend te krijgen, begreep ik. Ja. Dat kan natuurlijk niet oneindig doorgaan. Jan Wolters van het CDA, u wilt de begroting op orde krijgen door meevallers daarvoor te gebruiken. Maar dat is niet echt structureel. Zijn dat mijn woorden geweest? Ja, dat zijn jouw, dat zijn uw woorden geweest, ja. Maar volgens mij heeft u ook een nogal lijvig verkiezingscampagnerapport. Dus misschien ja, dat het een uitgebreid verkiezingsprogramma, ja, er staat heel veel in. En er staat ook in dat we verstandig moeten omgaan met gelden die we hebben. Ja. Want als we op deze manier doorgaan, dan is het in 2024 hebben we een probleem. Ja. Want dan zijn de reserves waar we nu uit putten structureel zijn dan op. En dan moeten er scherpe keuzes worden gemaakt. Ja. Ik hoorde u al een beetje grommen. IBGB, Willem van Egmond. Nou ja, inderdaad, 1,6% is in principe natuurlijk erg laag tegenover het landelijk gemiddelde. Dan moet ik het vorige zittende heren, moet ik daar een compliment voor geven. Maar we zullen inderdaad goed moeten opletten met onze reserves. Zo hoog zijn ze niet meer. En een heel deel is ook geoormerkt voor wat er nu al geschied is. Ja. Dus we zullen echt naar die financiën moeten gaan kijken. Hoe denken de andere partijen erover? Ik geef D66 Wim Smit even het woord. Nou ja, we hebben de afgelopen jaren altijd gezegd, de lasten hoeven niet omhoog als het niet nodig is. Want er was een zodanig financiële situatie dat het ook kon. Ik ben ook volgens van mening, als de hele financiële situatie nu bekijken, dat we heel voorzichtig moeten zijn met lastenverhoging. Er zijn een heleboel zaken mogelijk in Brielen. We hebben een aantal suggesties gekregen hoe we zaken kunnen investeren. Maar ik denk dat we nog wel iets anders kunnen doen ook met de investeringen. Dus we moeten heel niet nu eens gaan doen dat we arm lastig zijn. Dus wat denkt u dan aan? Iets anders doen met de investeringen? Nou, bijvoorbeeld als je eens goed kijkt naar de investeringen en we kijken naar de duurzaamheid, dan zou het dus goed zijn dat Brielen overweegt om als het bekende verhaal van de windmolens hier zouden krijgen. Als dat gaat gebeuren, ga erin investeren. En dan zouden de revenuen die zouden terug kunnen komen naar de burgers. Zo dan heb je een bepaald pakket, zodat je het van twee kanten daar winst van kan boeken. Ja. Maar voorzichtig met lastenverhoging. Kijk, je moet heel voorzichtig zijn met lastenverhoging. Je moet de realiteit hebben. Je moet het goede huishoudboekje goed op orde hebben. Maar binnen dat huishoudboekje zijn er nog heus wel wat enkele keuzes mogelijk. Dus een lastenverhoging is niet per se noodzakelijk, meneer Schoon van de VVD? Nee, dat is zeker niet noodzakelijk. We hebben wat dat betreft beleg 10. Dat is voor de technici dat is een leg een potje uit. Beleg 10. Beleg 10 is een potje wat we. Klinkt als een belegering. Nee. Daar kunnen we uit putten om uit de begroting zeg maar sluitend te maken. En daar moeten we wel mee stoppen. Dat houdt op. Maar we moeten ook niet moeilijk doen. We hebben best wel een reserve. En die reserve, en dat zegt meneer Smit, daar kunnen we nog wel een aantal dingen mee doen. En de dingen die we willen, want die vraag stelde u ook. We hebben zwarte Waal, daar zijn we met de Christinelaan bezig. Dat is best een uitgave. Daar willen we een nieuwe school en een dorpscentrum gaan bouwen. Nou, daar gaan we geld aan uitgeven. Ja. Ik ben zelf bezig met de binnenstad en de havenvisie. Daar hebben we ook geld voor nodig. Nou, dat moeten we heel goed met participatie, want daar hebben we burgers voor nodig. Die moeten er iets van vinden en dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, en dan is dat wel de uitdaging voor de volgende periode. Willem van Egmond, klinkt goed van de IBGB? Ik vind het redelijk goed klinken, ja. De coalitie is al gaande. Nee. Daar gaan we na de 21ste een keer over. Ben van Stijn van de PvdA. Ja, wat wilt u weten? Nou ja, of u wil reageren op wat André Schoon net zegt van de VVD? Dat klinkt mooi in de oren. Kijk, we hebben een heleboel ambities in Brielen. We willen een hoop voor elkaar krijgen. Aan de andere kant, ja, het moet allemaal niet te veel gaan kosten. Want ja, de burgers moeten dat allemaal opbrengen. Dus we houden het wel kritisch in de gaten, maar ja. Het moet wel betaald worden. Ja, ik ben toch heel erg benieuwd inderdaad hoe die bruidsgat, of die reserves, hoe dat in de ogen van Jan Wolters van het CDA verdeeld moet worden. En of we inderdaad eeuwig van die reserves gebruik kunnen blijven maken. Want dat raakt een keer op. Nee, dat klopt. Dat is het vervelende van reserves. Op een gegeven moment is je spaarpotje leeg. En dus, daar moeten we heel verstandig mee omgaan. En goed, daar heb ik ook altijd voor gepleit. Aanvankelijk kreeg ik wel eens een beetje meewarig naar het CDA, naar die financiële man gekeken. Maar inmiddels begrijp ik van de collega's dat ze toch ook vinden dat er verstandig met reserves moet worden omgegaan. Ho, zegt Wim Smit van D66. Nu wordt iets gezegd, of ik in het verleden al gezegd heb, dat we niet verstandig met de financiën dan moeten gaan. Ik heb geen namen genoemd, meneer Smit. Nee, maar ik snap het verhaaltje wel, wat dat betreft. Maar ik heb altijd gezegd dat je verstandig moet investeren. En ik denk dat we wel eens goed moeten kijken wat je kan investeren. Wat ik net gezegd heb met investeringen in windmolens en energie. Dat is altijd een beetje meewarig bekeken. Maar er zijn misschien nog wel meer zaken. Dus je moet het hele verhaal eens even goed opnieuw helemaal kijken wat nodig is en wat nodig is. Ik ben ook van mening dat we alle bestemmingsreserves die we hebben, dat we daar nog eens een keer goed doorheen moeten lopen. Wat is er nodig? Wat is er niet nodig? Zijn er nieuwe keuzes te maken? Enzovoort.
Ik denk ook, Willem van Egmond, IBGB. Ik denk ook qua financiën dat we ze beter de vinger aan de pols moeten houden en gewoon een 3-maandelijks overzicht moeten gaan krijgen om goed te zien waar we staan en niet aan het eind van het jaar nog tegen verrassingen aan moeten lopen. Ja, André Schoon, VVD. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk een begroting waar we dingen mee doen. En als het gaat over die reserves, ja, we moeten dat gewoon bewust moeten we daarmee omgaan. En als het gaat, ja, u geeft aan, het kan allemaal wel. Nee, niet alles kan. Dus daar moeten we al rekening mee houden. Ja, Wim Smit, D66. Ja, maar wat meneer Van Egmond zegt is natuurlijk wel een waarheid. De controle, 3 maandelijkse controle over de financiën, een stand van zaken eens een keer geproduceren. Zodat je ook weet wat er op dat moment de stand van zaken is. Wat er al uitgegeven kan worden en waar men al is in het uitvoeren van zaken. Dat is een goede zaak, want het is wel zo, in Brielle hebben we altijd op het eind van de zaak hebben we altijd nog wat centen over. En als je dat goed beheerst, als je dat goed kijkt van tevoren, dan zou dat misschien niet nodig zijn. Ik wil er graag nog iets over zeggen. We denken in Brielle en ook de gemeentes om ons heen dat we heel erg rijk zijn. Dat we heel veel geld hebben. Nou, we hebben heel veel geld in allerlei voorzieningen zitten. Dat is misschien wel goed om dat even aan te geven. We hebben geen schulden. Dat is hartstikke mooi. Alleen, ja, daar moet je dan wel slim mee omgaan. Hoe je dat in gaat zetten. En wat eraan zit te komen, dat is met u ook besproken. Er komt een overdrachtdossier. Het is goed om eens een keer met alle partijen te zien waar staan we nu. En wat is nu werkelijk de reserve. Bijvoorbeeld wat er ook nog aankomt, we gaan mogelijk Eneco aandelen verkopen. Dan hebben we weer meer ruimte om te besteden. Nou, zo zijn er elke keer momenten dat je zegt van nou, we moeten nog eens even rekenen. Wat zit er nog in ons potje? Jan Wolters, CDA. Nou, er begint de heer Schoon over de aandelen van Eneco. Er zit ook een toch vervelend addertje onder het gras. Want we krijgen jaarlijks dividend uitgekeerd van Eneco en dat zijn structurele bedragen. Ja, en die mis je dan structureel in je begroting. Dus dat gat moet dan wel opgevuld worden. Goedkoop is duurkoop. Ik heb een vraag vanuit het publiek. Uw naam? Bas van der Linden. Uw vraag? Ik heb een vraag over dit onderwerp. Ik dacht dat dit onderwerp wonen was. En ik heb nu heel veel gehoord over financiën, maar eigenlijk heel weinig over wonen. Ja, nou ja, goed, daar wilden we eigenlijk naartoe. Wat wilt u specifiek vragen aan de politici over wonen? Met name de bouwplannen en met name op het gebied van sociale woningbouw. Goed, sociale woningbouw. De PvdA die wil meer sociale huren en koopwoningen, Ben van Stijn. Hoe en waar? Nou, waar? Er zijn allerlei locaties waar woningbouw gepland staat. En wij hebben vooral aangegeven dat er nu eindelijk iets moet gebeuren aan die starterswoningen. Het is niet alleen in Brielle, het is het hele land een probleem. Betaalbare woningen voor. Maar waar? Nee, we nooit kan. We hebben nog een aantal andere locaties waar dat zou kunnen. Jan Wolters, CDA, ziet u dat ook zitten? Nou, ik denk niet dat ik de enige ben aan deze twee tafels die vindt dat er meer sociale woningen moeten worden gebouwd. Ik denk dat we dat allemaal met elkaar eens zijn. Want de afgelopen jaren is dat niet gebeurd en dat kon ook niet. Want Vestia is daarvoor verantwoordelijk en Vestia weigerde om sociale huurwoningen te bouwen. Ja, dus wij vinden allemaal aan deze tafel. U wilt meer woningbouw in de dorpskern, hè? Zwarte Waal, vier polders. Daar moet in elk geval. Is daar wel plek? In Zwarte Waal is er zeker plek. Ja. En ook in Vierpolders is er plek. Want er heeft ergens een school gestaan. En daar kunnen ook woningen gerealiseerd worden. Daar zijn ook plannen voor. En de woningen die dan gebouwd moeten worden, die moeten wel aansluiten op de behoefte die in de dorpen is. Wim Smit, D66. Ja, de laatste woorden van de heer Wolters wil ik toch graag onderstrepen. Je moet eigenlijk bouwen naar behoefte en bouwen in de verschillende groepen. In Brielle zijn we niet zo sterk in het bouwen voor jonge mensen, voor jonge starters. En ik wil hier toch wel eens een pleit bezorgen dat we weer eens gaan kijken naar de tiny houses. Ah, het woord is weer gevallen. Het woord is weer gevallen. Je ziet overal, zie je dus op een gegeven moment die zaken, die dingen ontstaan. En in Brielle wordt dat altijd een klein beetje naar achteren geschoven. Maar ik denk zelf dat we dat weer eens op de agenda moeten zetten. Want misschien zijn daar toch wel wat mogelijkheden. Maar is het niet een beetje een hype? Ik ben nu dit is de 13e gemeente die ik bezoek. En iedere keer valt dat woord weer, tiny houses. Ook IBGB willen. Van Egmond, die spreekt over tiny houses, staat sterker nog bovenop uw verlanglijstje. Ja, daar staan er meer, daar komen we nog op terug. Maar goed, even dan de hele andere kant van het spectrum, de VVD, André Schoon. Jullie willen als enige vrije kavels. Sterker nog, is er niet meer behoefte aan betaalbare woningen? Nee, ik wil even een inleiding geven. Als VVD hebben we in ieder geval de ambitie.
ambitie om te groeien. Ja. En dat betekent dat je meer huizen moet bouwen. En dat hebben we echt nodig om al onze voorzieningen op peil te houden. Die hebben we echt nodig. We hebben meer burgers in Brielen nodig. Dat is één. Hoeveel bouwen... meer burgers? Want nu zijn het er 17.000. Nou, waar wilt u naartoe? Zeg dan wel naar de 20.000 groeien. Dat zou kunnen. Maar daar kom ik zo nog op, want daar hebben we ook de provincie voor nodig. Ja. Je moet bouwen, gedifferentieerd bouwen. En dat betekent dat je moet bouwen van en sociaal en in de kabels. En alles wat ertussen zit. Ook voor de middenuren. Die hebben we ook nodig. En mensen die moeten ook kunnen kopen, kunnen huren. Nou, er werd nu net gezegd, sociale woningen, die zijn er bijna niet. Nee, we hebben daar wel wat aan gedaan. De Merula Stichting heeft 20 sociale huurwoningen. En wat we zien, we hebben ook sociale koop. De Annehoevestraat, 48 woningen, die zijn gewoon allemaal verkocht. Einde. Einde van dit onderwerp. Ja. Ik hoop dat in het publiek voldoende over wonen is gezegd. Gaan we naar het onderwerp veiligheid. Een veilige... Nee, nog lang niet, maar we hebben nog meer onderwerpen. Een veilige gemeente... Ja, een veilige gemeente is natuurlijk het prettigste wonen voor iedereen. Laten we eens kijken, Dick, wat de verschillende partijen daarover te zeggen hebben. Nou, veiligheid is echt wel een item. Maar wat je merkt is dat er één partij toch wel een aantal dingen duidelijk in het verkiezingsprogramma, in het redelijk lijvige verkiezingsprogramma heeft geschreven. Jan Wolters, het CDA in Brielen zegt geen koffieshop. Dan is eigenlijk de vraag van, is er dan... wat hebben jullie tegen een koffieshop? Want het reguleert toch ook het een en ander. En een ander punt is misschien gelijk meenemend. Van, is er dan inderdaad echt een probleem in Hellevoetsluis, wou ik zeggen, in Brielen? Oei. Gevoelig punt, Dick. Ja, Brielen is geen uitzondering als je het afzet tegen andere Nederlandse gemeenten. Dus we hebben ook een drugs- en ook, gelijk aan toe mag volgen, een alcoholprobleem. Wat zich ook onder jongeren voordoet. En overigens niet alleen onder jongeren uiteraard. En dan, als je dat dan weet, vinden wij het niet verstandig om dan ook nog eens een koffieshop hier te vestigen. Want dan zou je zeggen, je moet de kat niet op het spek binden om een oud spreekwoord te gebruiken. Maar zijn er op dit moment signalen dat er in Brielen een probleem is met drugsgebruik, maar ook overlast daardoor? In woonwijken bijvoorbeeld? Je hoort verhalen en geluiden dat er inderdaad overlast is door drugsgebruik en dan met name ook door jongeren. Ja, nou, het is in ieder geval, ik weet niet of er nog een van de andere boeken. Nou ja, ik was ook even benieuwd, Dick, want in het verkiezingsprogramma van het CDA staat ook dat u niet alleen tegen de vestiging van een koffieshop bent, maar ook tegen de vestiging van een bordeel. Ja, u kijkt. Ja. Ja. Dat klopt. Je hebt het wel goed gelezen. Het was een lijvend rapport, maar dat blijft dan toch hangen. Ja, nou. Maar u kijkt me zo streng aan. Ja. Maar nou, is dat zo'n groot probleem allemaal in Brielen? Ik geef niet aan dat het een probleem is. Wacht even hoor, wat wilde u zeggen volgens mij? Volgens mij wil CDA de Inquisitie weer invoeren. Oh jongens, kom op. Laten we netjes zijn voor elkaar. Leuke grap. En u zegt dat er geen probleem is, maar goed, we willen ook niet dat het een probleem wordt. Ja. Dus vandaar dat voorkomen dat is beter dan genezen. Precies. Ja. Om nou toch nog even bij het CDA te blijven. Helaas zijn er meerdere punten in het programma. Radicalisering, ook zoiets. Toch wel de vraag van, u heeft dat in het programma staan. Is er hier sprake in Brielen van radicalisering? Nee, maar goed, dan kan ik hetzelfde verhaal ophangen. Beter voorkomen dan... Dus je heeft het meer in het verkiezingsprogramma gezet van het kan nooit kwaad. Nee, beter maar gewoon zeggen dat we er tegen zijn dan... Maar we zijn er ook tegen. Ja, helder. Precies. Goed. De PvdA, Ben van Steen. Nou ja, het ging net over Brielen is geen uitzondering. Daar waar het gaat om alcohol- en drugsgebruik. Er zijn al jaren rapportages vanuit GGD en andere instellingen... waaruit blijkt dat het in Brielen al jaren structureel een hoger gebruik is van alcohol en drugs dan in de omliggende gemeentes. Dus in die zin zijn we gewoon een uitzondering en is er wel degelijk iets aan de hand. Oké. Okay. Nog geen, ja? Maar misschien... Meneer CDA. Smit. D66, excuus. Ik moet de heer Van Steijn gelijk geven. Aan de andere kant, er wordt wel van alles nog geprobeerd om het te bestrijden. En dat lukt niet altijd. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Daar heb je niet alleen allerlei mensen voor nodig. Daar heb je ouders voor nodig. Daar heb je scholen voor nodig. Daar heb je de handhavers voor nodig. Er wordt van alles nog wat geprobeerd. Naar onze mening zou dat nog geïntensiveerd moeten worden. Ik denk dat iedereen het daar ook wel mee eens is. Maar ja, we kennen ook allemaal wel het probleem wat we hebben. Ik bedoel, maar elke Brielenaar die hoeft maar... te zeggen van een beetje buiten de deur te zeggen van ja, ik zou wel eens een stikkie willen hebben. Nou, dan hoeven we echt niet zo ver te kijken, want dan denk ik bij de meeste mensen wel een plek te vinden waar het te verkrijgen is. Dus we moeten ook niet helemaal doen dat er niks is. Er is ook een probleem wat meneer Van Steijn heeft, maar ik denk ook dat we met z'n allen wel de intensiteit hebben om het te bestrijden.
Oké, dank u wel. De VVD, meneer Schoon. U zegt in het verkiezingsprogramma dat er meer BOA's moeten komen. Ja. Nou is natuurlijk de VVD de zegt partij... Zegt deze zeggen op VVD ook. Dat ze allemaal bij. Maar nou is... CDA niet. Nee, dan gaan we komen zo. Maar de VVD is natuurlijk de partij die altijd vindt dat als je iets van extra's levert of wil hebben, dat je daar ook een dekking voor moet hebben. Dus de vraag is eigenlijk van waar gaat u dat uitbetalen? Ja, ik vind het te makkelijk. Die vraag vind ik te makkelijk. Ik wil eerst uitleggen, voor de VVD is veiligheid altijd prioriteit. We hebben de afgelopen periode met heel veel inwoners van Brielen gesproken. En die hebben het altijd over veiligheid. En er zijn er twee onderwerpen. Veiligheid in een wijk en verkeersveiligheid. Nou, een veilige buurt komt niet vanzelf. Dus we zullen daar een aantal acties voor moeten in. Ja, die moeten we inzetten. Harder optreden als het gaat over mensen die zich niet gedragen. En daar kunnen we dus de BOA's van inzetten. En die BOA's kunnen de kleine criminaliteit aanpakken. Ik vind ook dat ze zichtbaarder op straat moeten zijn. En ze moeten ook 's avonds, in het weekend zouden ze ook ingezet kunnen worden. Okay. Nou, en waar we het uit gaan betalen, ja, dat zullen we door, als we een coalitieonderhandelingen gaan voeren, zullen we daar moeten kijken. Heeft Wim Smit, D66? Ja, nou, dat is gewoon zo. Was dit jaar 9.000 euro de begroting over voor BOA's. Die zijn op dit moment gewoon ingezet voor de SUS-teams in de binnenstad. Wat zijn SUS-teams? Ja, SUS-teams, dat zijn eigenlijk een aantal mensen die als het uitgangspubliek... Beetje sussen. Ja, wat rumoerig wordt en die gaat op een goede manier sussen, zodat het weer een beetje op een gewone manier... Het gaat zo in Brielen. Ja, dat gaat zo in Brielen. Het weekend lag er eentje bovenop een van onze bezoekers in de binnenstad, dus dat was iets meer dan sussen. Dat was... van PvdA. Nou, de veiligheid in de wijken. D66 is een van de partijen die... er is een bewonersinitiatief in Rugge geweest om een buurtbemiddeling voor elkaar te krijgen. En er zijn meer partijen die het overigens hebben ondersteund. En dat is nou wel een van de punten waar je zegt van nou, als mensen dat willen, dan moet je dat graag ondersteunen met of zonder BOA. Goed. Maar laten we uitgaan in ieder geval van een zeer comfortabele positie dat er nog zaken voorkomen kunnen worden in plaats van genezen. Ambtelijke samenwerking. Ja, Dick, we hebben het er al over gehad in Hellevoetsluis. In 1 januari 2019 is een belangrijke datum voor hier, Brielen, maar ook voor Hellevoetsluis en Bestvoorde. Want dan gaat de ambtelijke fusie van start. En dat is logisch, want door samen te werken kan je efficiënter werken. Maar hoe ver moet je daarin gaan? Is het niet een opmaat voor meer? PvdA, ik lees in uw programma dat een fusie niet onbespreekbaar is. Dat gaat iets verder dan alleen ambtenaren die gaan samenwerken. Nou ja, als mocht Hellevoetsluis zich willen aansluiten bij Brielen, dan valt daarover te onderhandelen, denk ik. Ja. Nou ja, kijk, we hebben nu die AFO, die moet dadelijk eerst de kans krijgen om, denk ik, te ik laten zien niks. Wat ze kunnen doen. En ja, mocht dat goed lopen, er is ook wel dreiging van buiten het eiland. Er zijn meer gemeentes die samen zijn gegaan. En we hebben wel een hoop zaken die we goed moeten regelen. En soms is dat een beetje lastig. Dus ja, als we liever niet, maar ja, als het niet anders kan, dan zullen we dat toch een keer moeten doen. Liever niet, maar als het niet anders kan. IBGB, de nieuwkomer, Willem van Egmond, u spreekt van mogelijk gedwongen fusie. Gaat u zich daartegen verzetten als die plannen die kant op gaan? Laten we het in ieder geval zo lang mogelijk uitstellen. Achter de vesting. Nou ja, trekken we ons terug? We verschuilen ons en slaan de poorten dicht. En dan komen de troepen van Hellevoetsluis en die zeggen, doe open die poort. Nou ja, dan weten we dat we winnen. Wij hebben ervaring. Goed. Even over ambtenaren gesproken. Ja, u wilt erop reageren, Jan Wolters, CDA. U wilt erop reageren. Nou, als het over gemeentelijke herindeling, ik zeg het dan maar, of fusie gaat, dan heb ik wel eens het idee dat sommige politici zich bij voorbaat al gewonnen geven. Van ja, het komt er allemaal toch wel van. Ho, zegt deze 60. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma opgenomen, wij willen geen herindeling. Wij geven ons niet gewonnen voordat de strijd gestreden is. Zo. Mag ik daar ook iets over zeggen? VVD, André Schoon. Meneer Wim Smit van D66 eerst. Ja, kijk, het wordt hier allemaal... Kijk, hier gaan we weer. Hè. We gaan het weer zwart-wit voorstellen. Zo werkt het gewoon niet op dit moment. Op dit moment hebben we een ambtelijke fusie. En dat is voortgekomen uit een soort wantrouwen. We moesten samenwerken. We kunnen het als Brielen niet alleen. Hellevoetsluis kan het niet alleen. Westvoorne kan het niet alleen. Dan moet je dus gaan samenwerken. Dan is het een vorm om te zeggen van... We gaan die ambtenaren bij elkaar krijgen. En dan gaan we stap voor stap gaan we kijken. De volgende stap is... dat we elkaar ook meer gaan vertrouwen. Dus daarom hebben wij gezegd, gewoon heel simpel, we gaan eerst die ambtelijke fusie in, dan gaan we dat goed evalueren. En bij die evaluatie zeggen we twee dingen erbij. Hoe hebben de gemeentes in de afgelopen jaren, dan net kijk je terug, hebben die daar met elkaar samengewerkt? En het tweede verhaal is, kijk eens even met een open blik wat er dan voor de rest op bestuurlijk
situatie in Nederland aan de hand is. Dat is nu nog niet, dat is over 3 of 4 jaar misschien. Maar ik ga het niet van tevoren dicht timmeren. Want het zou wel gek zijn dat je nu van tevoren al gaat zeggen, met alles verhalen eromheen, dat je dan zegt, van, daar ga ik nooit aan beginnen. Nou, geloof ik niet in. Willem van Egmond, u heeft van de IBGB. U heeft, oh ja, ja, maar ik wil even meneer van Egmond op laten reageren, want u bent ja, toch wel tegenstander. U heeft een beetje een te nauwe blik. Heb ik een te nauwe blik? Ja, u moet meer openstaan voor vertrouwen en wat er op bestuurlijk niveau in Nederland aan de hand is. Een beetje ouderwets om je terug te trekken achter de muren. Ja, misschien is dat de eerste stap die je zet. Maar je doet altijd eerst een stap achteruit voordat je er 2 vooruit zet. Tenminste, althans, dat is vaak zo. En we zullen een keer ertoe komen, want als je nu van bovenaf kijkt, ze zeggen nu al een gemeente moet 100.000 inwoners hebben. Nou, dat is nu alweer de sprake in de Tweede Kamer en dergelijke. En waar zullen we naartoe groeien? We zullen misschien op het eiland naar 100.000 toe groeien. En dan kunnen we het zonder spijkenissen, want daar hoop ik zeker op. Dat is een heldere. Maar goed, één voor de putten, maar spijkenissen, die mag er niet bij. André Schoon, die wacht al een hele tijd. VVD. Ja, dank u wel. Voor de VVD is dit ook nog een brug te ver. En ik ga u uitleggen waarom. We hebben heel veel onderzoeken gedaan over tijdens de vorige periode. En dan ging het vooral welke gemeentes er nu sterk staan en welke gemeentes wat minder. En daar kwam tot de conclusie, als je echt wat wil, dan zou je meer samen moeten werken. Nou, daar is toen voor gekozen om een AFO in het leven te roepen. AFO? Daar is ambtelijke fusieorganisatie, sorry. Okay. Nou, wij vinden dat we nu even moeten kijken hoe sterk we daaruit komen. En dat dan kunnen kijken hoe we daarmee verder gaan. En dat is trouwens ook nog eens afgesproken met alle fractievoorzitters. Die hebben in ieder geval een standpunt. En daar is een motie uit voortgekomen. Die hebben gezegd, deze periode gaan we kijken hoe we nu naar de toekomst moeten gaan kijken. Meneer Wolters, nog even kort. Kan dat? Van het CDA. Ja, goed, de heer Schoon zegt, we gaan kijken hoe we verder gaan. Maar volgens mij hebben we afgesproken om te kijken hoe het gelopen is en hoe de toekomst er vervolgens uitziet. Goed, achter die AFO, de ambtelijke fusieorganisatie, daar staan wij volledig achter. We hebben daarin buurman Smit van harte gesteund. Een warme voorstander was het daarvan. Maar goed, die bestuurlijke fusie die zien wij niet zitten. Want we willen als politiek dicht bij de burger blijven staan. En dan denk ik dat je niet je gemeente moet gaan vergroten. Want dan vergroot je alleen maar de afstand tussen de burger en de politiek. Wim Smit van D66. Ja, dank voor de steun voor het eerste gedeelte. Het tweede verhaal, daar wil ik wel even over zeggen. Ik zeg ook niet dat het moet gebeuren. Ik zeg alleen, je moet je blik open houden. En je moet wel kijken, hier wordt het ook gezegd. Gemeentes van 100.000, 150.000 inwoners. Dat wordt wel tegenwoordig min of meer aanvaard als acceptabel en te besturen. Want dat moeten we niet vergeten. De gemeente moet bestuurd worden. Ik zeg zeker niet dat we dat volgend jaar gelijk moeten gaan doen. We moeten het allemaal stap voor stap en goed overwogen doen. Maar ik ga niet van tevoren nu de deur dicht gooien, dat zou ik, weet ik wat er over 3, 4 jaar gaat gebeuren. Wim Smit van D66, dank. We hebben een vraag uit het publiek, uw naam. Mijn naam is Anneke Witte en ik heb een vraagje aan het IBGB. In het verkiezingsprogramma van het IBGB, daarin wordt vermeld dat het IBGB tegen een fusie is, maar daarin staat dat het een voorstander is van de AFO en een voorstander van een bestuurlijke fusie. Waar is IBGB dan tegen? Nou, Willem van Egmond. Wij zijn in principe tegen een fusie. Maar wij kijken wel vooruit en hoe de zaken zich ontwikkelen. We zullen er waarschijnlijk, ik hoop het zeker niet de eerste 10 jaar tegenaan lopen, maar we moeten wel reëel zijn. En ik denk dat we er ook reëel in moeten gaan stappen. Maar houd het zo lang mogelijk tegen. Absoluut ambtelijke fusie vind ik perfect. Daar waar we kunnen besparen, moeten we het doen. En we kopen daardoor ook meer kennis in, wat ook heel belangrijk is. En wat wij heel belangrijk vinden, is de waarde van onze kernen behouden. Dus we moeten niet opgaan, we moeten samensmelten ooit eens. Heel duidelijk, ooit eens. Niet nu. Zeker niet nu, zo gauw we een keer van bovenaf gedwongen worden. En misschien zullen we ooit de stap zelf moeten zetten, omdat het niet anders meer kan, omdat we niet bestuurlijk blijven voor een kleine gemeente. Daar moeten we ook reëel in zijn. Ja, maar ik begrijp toch niet. Enerzijds bent u heel erg tegen die fusie en anderzijds zegt u nu van ja, maar we moeten ook open blijven staan voor het onvermijdelijke. Ja, maar dat kan toch niet anders als je realist bent. Waarom bent u nu dan zo tegen? Staat dan nu al open in de vaart der volkeren? Nee, omdat het nu nog niet nodig is, omdat het nu gewoon bestuurlijk... U wilt het niet te snel laten plaatsvinden?
omdat we er bestuurlijk ook nog niet aan toe zijn, omdat we het gewoon bestuurlijk nog niet nodig hebben, maar we weten niet wat de toekomst biedt. VVD, André Schoon. Nou, in principe zijn we nu nog best wel, kunnen we best onze eigen boontjes doppen. Alleen we moeten wel naar die toekomst kijken. En dan gaan we in de AVO gaan we daar. Maar wat ik ook nog wel even aan wil geven, is dat we nu gewoon ook aan het werk zijn. Hè. We hebben heel veel gemeenschappelijke regelingen met de MRDA, met de provincie. Wat je ziet is dat we, als we slagkracht willen ontwikkelen, dan moeten we dat als voor de putten doen. En daar zie ik wel positieve dingen in. Ik zie meneer Smit, die zie ik regelmatig bij de bestuurscommissie. Ja, daar gebeurt wel. Er wordt over ons en met ons gesproken over ontwikkelingen die in de toekomst op ons afkomen. Nou, dat vind ik alleen maar goed. Dan hebben we nog de provincie. De provincie is heel belangrijk. Kwam net niet aan de orde bij het woondossier. Ja, de provincie heeft daar wel degelijk een stem. Dus we zullen daar. We moeten gewoon met ons werk doorgaan. En daarnaast kijken hoe die aanval gaat lopen. Er zijn natuurlijk al successen geboekt binnen de metropoolregio door de samenwerking die er gestand is gaan doen. En ik denk dat we dit gewoon op deze manier voort moeten zetten. En toch waken voor onze zelfstandigheid. Dick. Helemaal mooi. Primaire zorg. Ja, primaire zorg. Een punt wat op het eiland denk ik een hele hoge prioriteit heeft. Niet het minst omdat we ooit een huisartsenpost op dit eiland hadden. Althans op Voorne. Laten we het zo zeggen. Die is verdwenen. En je ziet dat de aanrijdtijden van de ambulances onder druk staan. En je ziet ook dat het ziekenhuis in Nissewaard niet meer echt een echt ziekenhuis is. Dus dat is wel een punt wat hoog op de agenda staat. Asscher is hier Lodewijk Asscher is hier ook. Premier was die niet, nee. Maar... Ja, je weet het niet. Mocht hij maar, willen. In ieder geval, die is hier ook op bezoek geweest, Lodewijk Asscher. En ik denk dat het ook in Den Haag wel de aandacht heeft. Daarom maar eens even de vraag aan D66. Aan IBGB. Eerst maar eens even aan de IBGB. U zegt van, de aanrijdtijden van de ambulances, daar willen we wat aan gaan doen. En dan vraag ik me af, ja wat? Want dat staat nou niet echt helemaal in uw verkiezingsprogramma. Nee, dat is logisch. Wij zijn 5 weken geleden opgericht en er moest binnen een week een verkiezingsprogramma komen. En dan begrijpt u dat je niet alles tot in de details uit kunt werken. Ik vind het al een vooruitgang, de post die nu in Hellevoet gaat komen, dat de aanrijdtijden in ieder geval al een stukje gewaarborgd zijn. Ik geloof niet helemaal in dat ze die 15 minuten aan kunnen houden, ook niet vanuit die post. En dan moeten we echt goed naar gaan kijken, want dat is eigenlijk een onderdeel ook van die veiligheid waar we het net over hadden. Ja, lijkt me heel belangrijk. Zijn er anderen die daar wel ideeën over hebben? Wim Smit stak als eerste de vinger op van deze sessie. Weet je wat het is? Het heeft natuurlijk een poosje aan de gang nu. En eigenlijk hebben wij ook in de Raad van Brielen eigenlijk met z'n allen gewoon heel breed gezegd. Daar moet wat aan gebeuren. Daar moet je druk op uitoefenen bij degene die dat zijn. En toen hebben we ook tegen onze bestuurder, tegen het college gezegd. Gewoon heel simpel. Wij accepteren in de Raad niet meer het verhaal van wij gaan er niet over. Want wij gaan er wel over. We gaan misschien wel niet feitelijk over of die ambulances gaan rijden. Dat is een ander verhaal. Maar wij moeten wel opkomen voor de burger in de gemeente Brielen. In ieder geval gewoon Voorne. Want dat geldt natuurlijk voor de andere gemeenten net zo goed. En daar zal constant druk uitgeoefend moeten worden. Gemonitord moeten worden. En ik heb al de hele tijd gezegd. Staat ook in het verkiezingsprogramma voor D66 Voorne. Laat nou iemand eens onafhankelijk kijken naar de realiteit en de realistische cijfers. Er wordt hier constant... cijfers getoond die men zelf onderzocht heeft. Maar wat ik, u mag zo reageren, maar mijn vraag die ik wel heb, ook aan u allen is, inmiddels is Lodewijk Asscher hier dan geweest, wat doet u nou samen om één coalitie te vormen voor alle partijen die wel hun roots hebben in Den Haag, hè, dat is voor de plaatselijke partijen, lokale partijen natuurlijk lastig, maar voor de mensen die wel hun roots hebben, wat doet u gezamenlijk om richting Den Haag op te trekken? En dan vraag ik dat nou misschien even... Aan meneer Van Stijn dan? Ja, gezamenlijk optrekken, prima. Maar voorlopig moet er nu direct iets gebeuren. En ja, hoe dat gebeurt, gebeurt dat als dat extra geld gaat kosten. Het kan ook niet zo zijn dat de mensen 4 uur op een ambulance moesten wachten, zoals onlangs. Dus we moeten dat nu regelen. Waar we het vandaan halen, we het vandaan. En daarna dan moeten we kijken hoe we dat gezamenlijk met elkaar oppakken. Dan kijk dan naar meneer Wolters. Ja? Want u heeft gewoon een minister in Den Haag zitten. Nou. En die kunt u gewoon bellen, zou Jan Wolters, CDA. Ja, goed, we zijn het hier aan deze tafel allemaal met elkaar eens. Daar moet verbetering in worden gebracht maar in die aanrijdtijden. Ja. Hoe dan? Ja, nou goed, dat ga ik u vertellen. Want het grote voordeel van een landelijke partij is dat wij directe lijntjes hebben, niet alleen met de provincie, maar ook met de Tweede Kamer en uiteraard ook met onze ministers. En u kan van mij aannemen dat de lijntjes al zijn uitgezet richting de minister. Dus u heeft Hugo al gebeld?
Hugo is contact en hij weet ervan. Hij nam lag hij onder de zonnebank. Ja, of hij was zijn schoenen aan het strikken. Maar goed. Even nog meer, meneer Schoon. Van de VVD. Over hetzelfde onderwerp. Ik denk dat we even terug moeten schakelen. We hebben de VRR en die zorgt in ieder geval voor die ambulance en die zorg. Daar hebben we ook een presentatie van gehad in de raad. En ik vind, wij zijn de VRR. Dus dan moeten we met z'n allen daar roepen wat er niet goed gaat. En of we daar extra geld voor over hebben. Want dat is vaak dan wel de discussie. Dus daar zouden we eerst kunnen beginnen. Meneer Wolters wilde volgens mij nog even wat zeggen. En wat er dan nog is over die primaire zorg. De VVD heeft ook een motie ingediend om te kijken van wat kan er nu. Een ziekenhuis hebben we niet meer in Spijkenis. Dat gaat hem echt niet meer worden. Een heel volwaardig. In de provincie regelen, het is nu ook ons probleem. Ben van Stijn, PvdA. Ja. Als ze het daar niet regelen, dan moeten wij nu gaan kijken hoe wij het in ieder geval zo goed mogelijk kunnen regelen. En dan gaan we het daarna bij de provincie wel regelen. Maar nu moeten onze mensen gewoon in het ziekenhuis als dat moet. Willem van Egmond, IBGB. Er is toch het fractievoorzittersoverleg. Is dat niet eens een keer een heikel thema om dat gewoon op geheel voorne eens een keer naar buiten te brengen en diepgaand te bespreken? Gebeurt dat? Er is niet voor niks die motie is in het leven geroepen. Er ligt een motie om daar wat mee te doen. Anneke Witte zit er en die heeft dat gedaan, dus laten we daar dan op verder gaan. Maar er is in ieder geval aan de wethouder gevraagd om eens uit te zoeken wat er nu precies allemaal is. Maar laten we wel proberen de vaart achter te zetten. Want we zitten niet aan de streep, we zitten over de streep. Okay. D66 eerst, Wim Smit. Ja, ik wou toch helemaal van zeggen, er gebeurt ontzettend veel. Hè? Het is jammer dat het niet opschiet. Daar ben ik met u eens. Het schiet niet op, maar er gebeurt wel veel. Ik kan wel zeggen dat iedereen toch zijn beste beentje voorzet. Alleen ja, de drukmiddel gewoon. Aan de andere kant moeten we ook wel eerlijk en eerlijk zijn gewoon. Er is gewoon geld voor nieuwe ambulances, maar die zijn er, dat is er dus gewoon genoeg, alleen er is geen personeel. Ja. Dat is ook nog een probleem waar wij ook niks aan kunnen doen. Alleen, ik ben het met u eens, de druk zal er bovenop moeten zitten om, want zoals het nu de laatste keer was geweest, ben ik met mijn buurman eens, 4 uur wachten op een ambulance, dat kan echt niet. Oh, kijk, er worden al handen geschud. De luisteraar, een nieuwe coalitie. Ik zie een coalitie vorming. Ja, ik ook. Wij zien overal coalities. Ja, nee, ja, wij zijn gewoon heel hoopvol, ja, Dick. Ja, precies. Goed, toerisme. We gaan naar toerisme. Heeft u daar geen verstand van, meneer Van Egmond van IBGB? Ik geloof er niks van. Brielle heeft natuurlijk veel te bieden. Dat hebben we ook de afgelopen uren kunnen horen. Wiens naambordje valt nu naar beneden? Is D66 gevallen? D66 is gevallen. In Rotterdam wel trouwens, maar goed. Ja, goed. Brielle heeft veel te bieden. Dat hoorden we de afgelopen 2 uur al op LinkFM en Radio Rijnmond. Een mooie vesting binnenstad natuurlijk. Meer, Brielse meer, veel groen. Genoeg te doen dus om toeristen en dagjesmensen te trekken. Die moeten natuurlijk als het even kan ook hun portemonnee trekken. En dat is nodig, want de economische activiteit blijkt terug te lopen. Wat zijn de ideeën hierover? VVD bijvoorbeeld, u wilt een verruiming van het terrassenbeleid. Het terrassenbeleid moet verruimd worden. Maar dat gaat toch wel tot meer overlast leiden, André Schoon? Ja, dat ligt eraan hoe je dat bekijkt. We hebben natuurlijk terrassen. Als je daghoreca, dan hebben we daar minder last van. Het gaat vooral soms overlast als het avondhoreca zijn. Ja. Wat we willen is, we willen meer mensen naar Brielle zien te krijgen. Nou, daar kan je dus de terrassen uitbreiden. Daardoor zitten mensen gezellig in het zonnetje een hapje te eten. Ze lopen door de Brielle, ze gaan wat winkelen. Dat heet tegenwoordig beleving. Ja, dus de Brielle experience. Ja, bijvoorbeeld. Dus in die zin is het belangrijk dat mensen ook een plekje kunnen vinden. En het liefst in de zon. Maar als de zon ondergaat, dan ook wat verruiming wat betreft terrassen? Nee, daar hebben we, wat ik net zei, je hebt de daghoreca en je hebt de latere horeca. Dus kroegen. Daar zullen we dan wat terughoudender mee moeten zijn. Okay, dus degene naast u, Jan Wolters van het CDA, jullie zijn het elkaar eens op dit punt. Want u wilt de sluitingstijden, sterker nog, juist vroeger dan later. Ja, ik heb wel eens in de commissie gezegd, beter vroeg naar de kroeg dan laat op straat. Goed, daar bedoel ik mee. Hoe eerder je naar de kroeg gaat, des te eerder ga je er ook weer uit. Hoe eerder je... Nee. Nee, zo werkt dat niet, meneer Smit. Ik weet niet hoe u jeugd heeft doorgebracht. Nou, dat juist wel. Ja, goed. Goed, we hebben hier een levensgenieter aan tafel. Wim Smit van D66. PvdA, Ben van Stijn. Nou ja, ik wou graag even aansluiten op die
sluitingstijden. Kijk, ik denk van de enige van de 5-4 die 3-4 keer in de week, een maand op straat loopt in het uitgangsleven ben ik. In meerdere gemeentes in Nederland, en er zijn een heleboel gemeentes waar ze juist het sluitingstijd opschuiven, zodat... Naar achteren? Nee. Naar voren juist? Voren, ja, naar een uur of vier. En dat betekent dat er veel meer spreiding is in het vertrekken richting huis. Dat je ze niet om 2 uur allemaal op straat hebt lopen. Ik heb afgelopen weekend hier in de binnenstad gelopen. Het is 2 uur, er staan opeens een paar 100 jongeren op straat. Dat levert een hoop overlast op. Terwijl als je ze langer de tijd geeft om naar huis te gaan, dan zijn die groepen veel kleiner en heb je veel meer tijd om daarop in te springen. Ik wil daarop reageren. We hebben ooit André Schoon, VVD. Ja, we hebben ooit wel eens een onderzoek gedaan, een proef zelfs hebben we gedaan, van hoe kan je dat nou, met de ondernemers hebben we dat gedaan, om langer te doen. En daar uiteindelijk is die proef toch niet geslaagd. Dus ja, ik weet niet hoe u dat dan denkt op te lossen verder. Aan die proef hebben natuurlijk maar heel weinig horeca deelnemers ook aan meegedaan. IBGB. Ja, nee, dat is voor de radio, hè? Dat... Ik heb ook nog een naam. Ja, dat weet ik, maar ik wil u niet te lang onderbreken, Willem van Egmond van IBGB. Dank u wel. Nee, ik ben in principe voorstander voor latere sluitingstijden, maar dan wel een vroeger toelating. Dus dat het maar tot 1:30 of zo gezworven kan worden, dat het daarna een toegangsbeleid is, ja. Zero. Maar... En dan denk ik dat we inderdaad de glijdende reductie krijgen in het aantal bezoekers en niet in één keer de grote stoot op straat, ja. Wat een groot probleem is momenteel. Een goede opvang voor de jeugd van 14 tot 18, die moeten we op de een of andere manier gaan zitten zien te binden, want dat zijn degenen die eigenlijk de meeste overlast momenteel veroorzaken. Thuis drinken... Wat denkt u dan aan voor voorzieningen? Jeugd, buurthuizen? Ja, dat trekt niet echt meer. Nee, wat dan? Ik durf het nog niet te zeggen. Daar moeten we echt nog even goed over na gaan denken. Maar er zal een andere oplossing moeten komen. Want dat is momenteel, denk ik, echt de probleemgroep van 14 tot 18 jaar. André Schoon van de VVD. Er is nu echt een probleem. Anders hadden we het SUS-team niet in hoeven te zetten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je echt met die ondernemers in gesprek gaat. Want zij hebben daar, denk ik, ook een verantwoordelijkheid in. We hebben dat met z'n allen. Ja, ik wil de discussie wat anders gooien, want we gingen over toerisme hebben. Ja. Wim Smit, D66. Ja, ja. We hebben dit probleem, dat kennen we. En de mensen die aan tafel zitten hier, die weten ook. En de mensen in de zaal, die weten heus wel dat het een en ander gebeurt. Nee, toerisme. Dat is voor ons een heel belangrijk verhaal. Ja, nee, ik wil toch even... Gaan we het eindelijk over toerisme hebben? Gaan we zelf. Maar nee, meneer Smit, gaat u verder. Kijk, het is niet alleen Brielen wat natuurlijk hier naar voren komt, maar het is heel Voorne, met allerlei facetten. En we zijn goed bezig hier met elkaar om dat op de kaart te brengen. We moeten ook alleen een beetje eerlijk zijn. We moeten ook dagtoerisme krijgen. En dat is een van de grootste problemen. Kijk, er zijn genoeg bedrijven hier waar mensen kunnen overnachten. Er zijn veel activiteiten op een gegeven moment hier. Hè. We hebben de Brielenblues, we hebben 1 april, van alles en nog wat. Waar het om gaat is dat we de bussen krijgen met mensen die op een gegeven moment hier een dagje gaan doorbrengen. En dat gaat op een gegeven moment lukken. U wilt de waterbus ook, hè? Precies, ja. Ik zou de waterbus, is misschien ook een van de mogelijkheden. Ik vind dat je een open blik moet kijken om zoveel mogelijk mensen naar Brielen te krijgen. En dan moet je niet zeggen, dat kan niet. Nee, laat het eens onderzoeken. Hè. Nou, vliegveld weet ik niet. Ja, André is gewoon nog heel kort, ja, maar dan 3 tellen. VVD, want nou ja, u wilt ook meer bed and breakfast, meer hotels, meer recreatiewoningen. Ja, City that never sleeps. Uit het Soever-onderzoek blijkt dat Brielen staat hartstikke goed bekend in heel Zuid-Holland. Dus kom op met die toeristen. Helemaal mooi. Goed. De gong is al gegaan. Als recreatieondernemer kan ik dit natuurlijk alleen maar toejuichen. Ja. Dat zegt Willem van Egmond van IBGB. De gong is geluid, al meerdere keren. Hebben wij nog tijd voor wat extra seconden? Of gaan wij echt voor de State of the Union? Ja, hoor, daar gaan we. Jullie hebben allemaal 40 seconden de tijd om duidelijk over het voetlicht te brengen waarom er bijvoorbeeld moet worden gestemd op IBGB. Willem van Egmond, uw tijd gaat in. Nou, wat wij heel duidelijk willen maken, dat we de burger er heel goed bij willen betrekken. We willen meer doen dan nu gebeurt met de buurtraden. We willen kijken of dat we de taal of de spraak van de straat over kunnen brengen naar de taal van de raad. Dat vinden wij een heel belangrijk iets. Helder. Heel mooi. Dan André Schoon, VVD. Ja, nou, we hebben een aantal onderwerpen. We hebben het net over veiligheid gehad. Dat vinden we heel belangrijk. Het bouwen van nieuwe woningen vind ik belangrijk. En wat we zien is dat ondernemers moeten we ook ruimte geven. En zeker in de binnenstad. En dan hebben we ook nog mensen in het buitengebied. Daar gebeurt ook van alles. Dat is nog belangrijker. En dan de leefbaarheid van de kernen. Daar hebben we het
Nog niet echt over gehad, maar Zwarte Waal en Vierpolders, nou, Zwarte Waal hebben we mooie plannen. Vierpolders gaan we een leefbaarheidsonderzoek doen, daar hebben we geld voor gereserveerd, dus dat gaan we ook oppakken. En dus ik zou zeggen 21 maart stem VVD, gewoon doen. Jan Wolters dan, of ga jij... Ben van Stijn van de PvdA. Ja, ja, gewoon doen. Er is in Brielen nog één echte linkse partij, dat is Partij van de Arbeid. Het lijkt me gunstig als juist een hoop mensen op stemmen. Wij gaan voor drie dingen, we hebben wel 40 dingen, maar de belangrijkste drie zijn bouwen voor starters. En dan nu ook echt betaalbare starters, woningen. De duurzaamheid, milieu vinden wij heel erg belangrijk. En we willen ook graag dat er meer aandacht komt voor mensen met een hele krappe beurs. Dus ik zou zeggen stem D21 op de Partij van de Arbeid. Dan het woord aan Jan Wolters van CDA. Ja, dank u wel. Het belangrijkste vind ik eigenlijk dat mensen gaan stemmen. Want dit is het moment waarop Brielenaren invloed kunnen uitoefenen op hun welzijn hier in de gemeente. En dan moeten ze uiteraard de voorkeur op het CDA stemmen. Want wij hebben uiteraard het beste voor met onze inwoners. Maar goed, daarin zijn we niet de enige. Dat geef ik u zonder meer toe. Belangrijk is dat wij onze inwoners bij het beleid willen betrekken. En vervolgens er ook daadwerkelijk naar luisteren. En dat klinkt ook logisch uiteraard. Maar we zouden geen knip voor de neus waard zijn als we niet voor de belangen van Brielen en de inwoners van Brielen stonden. Maar toch wil ik, als ik toch de gelegenheid heb, een wijdverbreid misverstand uit de wereld helpen. Ja, er wordt wel eens gezegd dat we aangestuurd worden door het hoofdkantoor in Den Haag. Dat is pure onzin. In al die jaren dat ik in de Brielse politiek zit, en dat zijn er nogal wat, zoals u wellicht weet, ben ik nog nooit teruggefloten door wie dan ook vanuit het hoofdbureau. En er is mij ook nog nooit verteld vanuit het hoofdbureau, om het zo maar te zeggen, wat ik hier in Brielen moet doen. Maar als wij wat korter zijn, dan mag de CDA wat langer beginnen. Nee, jullie waren wat korter, maar het CDA heeft gewoon keurig een tijdslot van 40 seconden gekregen. Jullie zaten gewoon ruim binnen de tijd. Maar meneer Smit mag nog, hè? Ik mag ook wel even. U mag ook nog even, meneer Smit. Goed, toch Wim maar wel. Maar dan 5 seconden. Wim Smit, we zitten gewoon in de reclame, dus dat betekent gewoon, u moet allemaal stemmen op D66. Waarom? Om de dood eenvoudige reden. U heeft 40 seconden wij, van ons. Wij hebben, wij, ja, dan kun je veel kwijt, hè. Wij zeggen op een gegeven moment, we gaan focussen op zorg voor mens en leefomgeving. En dat betekent dat we dat samen met iedereen willen doen. Dus stem D66. Dat is binnen de tijd. Binnen de tijd. Ik dank Willem van Egmond van IBGB. En veel succes. Wim van Stijn van de PvdA. Veel succes. Wim Smit van D66. Veel succes. Jan Wolkers van CDA. Veel succes. En André Schoon van de VVD. Heel veel succes. U allen bedankt voor de komst. Einde van deze uitzending van Radio Rijnmond in samenwerking met Link FM. Sorry, precies. Dick. Ja hoor, was mag wel. Nee, is niet erg. Dick, Ruud, nou goed. Terug te zien straks, morgen geloof ik, hè, ja. bij Link. En zometeen al terug te luisteren op de site van Link Media. En die van Rijnmond nu. Ja, daar staat hij op. Precies. Reageren, kort. @rijnmond.nl. Dick, dankjewel weer. We zien elkaar in 13 maart in Westvoorne. Dankjewel, Dick. Tot ziens. En dank allemaal hier in Brielen.